Goedenavond, welkom in Lille. Goede reis gehad. Ja, perfect. Perfect geregeld met de trein. Super. Ja, is dat leuker dan vliegen? Ja, ik vind het sowieso leuker. Maar zoals met de supporters en alles, ja, geweldige reis. Eerlijk waar. En 3 uurtjes. Ontspannen ritje dus gehad en dan een belangrijke wedstrijd morgenavond. Wat is nou het gevaar van die Franse ploeg hier in Frankrijk? Nou, dat is altijd goed voetballen. Je ziet het, Paris Saint-Germain. Ja, op dit moment is het niet echt, maar Monaco was goed. We hebben nu een slecht jaar. Dus ja, goed technisch voetbal. Ja. En ja, ik volg het wel altijd, hoe ze spelen. En, dus dat heb ik wel gedaan. Maar ja, op dit moment is Lille niet helemaal in vorm. Nee. Maar dat kan ook heel gevaarlijk zijn. Ja, wat verwacht u van die wedstrijd morgen? Nou ja, Ajax moet gewoon zo scherp mogelijk aan het duel beginnen. Want je hebt thuis een wedstrijd gehad, die heb je wel gewonnen met 3-0. Maar je hebt ook 2 goals tegen kunnen krijgen. Omdat ze een paar hele snelle spitsen hebben. Dus daar moet je voor uitkijken dat je goed achterin dicht gesloten speelt. En voor krijg je altijd kansen dat je 1 of 2 goals kan maken. En dat moet gewoon gebeuren. En geen meter ruimte geven die gasten. Ja. Dan denk ik dat Ajax deze wedstrijd toch even goed kan winnen. Ja, want achterin mist Ajax natuurlijk 2 belangrijke spelers, Veldman en Blind. Ja, wat zijn daarvan de consequenties? Ik vind Daley Blind. Daley is heel goed bezig en zoals die af en toe de oplossingen ziet in het voetbal, ja, dat is top. En ja, die mis je echt. Dus ja, het is moeilijk, want je bent een paar spelers kwijt op dit moment. Neres is geblesseerd, Masraoui weet ik niet of hij fit is. Ja. Nou, dan zit je achterin met die 2 die je mist. Dus dat is niet makkelijk. Ja. Dus ik hoop en ik denk dat die 2 Zuid-Amerikanen eens in het centrum moet laten spelen. Ja. Dan kunnen we meteen zien of ze wat kunnen of niet kunnen. Ja. Dus ja, er wordt natuurlijk ook gesproken over Perr Schuurs achterin, maar dat is misschien iets te veel. Perr Schuurs vind ik, die moet je niet in het begin opstellen. Want hij is echt nog wel met sommige wedstrijden een beetje nerveus. En dat heb je nou eenmaal als je jong bent en zo. Maar deze gasten die zijn wel wat gewend daar in Zuid-Amerika. Dus die moeten daar bovenop zitten en geen meter ruimte geven. Ja. Want als je ruimte geeft, dan krijg je goals tegen. Ja, want over Masraoui is nog niet bekend, dat werd net gezegd, of die gaat spelen. Ik denk dat hij wel speelt. Want als je kan trainen nu, dan kun je spelen ook. Ja, precies. Dus, nee, dat gaat wel, denk ik. Maar hoe zit het met het onderbuikgevoel? Wat denkt u? Ik ben heel rustig wat dat betreft. Ik denk dat Ajax deze wedstrijd gewoon gaat winnen met 1-2. Kijk, en dan is er toch wel 1 been in de volgende ronde? Ja, dan zit je met 1 been in de volgende ronde. Ja. En dat is lekker, hè? Ja, dat is heerlijk. Dat hoort ook. Bij het voetbal wat ze spelen, is dat zo. Volgens mij, hoe oud u ook wordt, u blijft altijd die ploeg achterna reizen. Ja, maar goed, je bent een Ajaxiet of je bent het niet. En ik ben het pas een jaartje of 70 geloof ik, dus... Nee, dat blijft mijn clubje. Dank u wel.